Vandaag ga ik het uitgebreid met je hebben over persoonlijke ontwikkeling. En ik ga een paar tips met je delen hoe je dit het beste kunt aanpakken. Ik krijg regelmatig de vraag, hoe ontwikkel ik, hoe boost ik nu eigenlijk mijn eigen persoonlijke ontwikkeling? Hoe blijf ik daarmee aan de slag gaan? En hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat ik afgeleid word door bepaalde dingen of dat er andere dringende zaken komen, dat ik toch ook tijd blijf besteden aan persoonlijke ontwikkeling? Ik denk dat het allerbelangrijkste, de belangrijkste vraag is die ik vaak krijg. We worden vaak afgeleid door heel veel dingen, mailtjes die we binnenkrijgen, social media, mobiel, maar ook bijvoorbeeld dringende zaken die opeens afgehandeld moeten worden of die opeens gedaan moeten worden. Misschien moet je nog een vakantie inplannen of iets anders. En dan neemt dat op dat moment al je tijd in beslag, waardoor je juist niet meer bezig bent om jezelf te ontwikkelen. Dus hoe doe je dat nu wel? Ik werk zelf altijd met 4 levensgebieden, zoals ik dit noemde, 4 G's die jou kunnen helpen om consequent op je persoonlijke ontwikkeling gefocust te zijn en om dat ook te doen op verschillende gebieden. Want wat we vaak kunnen doen is dat we ons helemaal onderdompelen in het werk, maar daarbij onze relaties bijvoorbeeld vergeten. Of net andersom, hè, dat we ons alleen maar focussen op onze relaties, op andere mensen en bijvoorbeeld niet op onszelf, op onze carrière of op onze eigen gezondheid. En daarom zijn die 4 G's die ik ook wil noemen, de 4 tips die ik met je ga delen over persoonlijke ontwikkeling. En de eerste is je gezondheidsgebied. Je gezondheidsgebied is een gebied waar jij je in wilt verdiepen en wat heel veel te maken heeft met je persoonlijke ontwikkeling. Gezondheid, in dit geval, ik noem dit altijd de 3 pilaren die hierin zitten. En dat is voeding, dat is beweging en dat is ontspanning. En dat zijn eigenlijk de 3 dingen waar je hierop gefocust wilt zijn om je daarin te kunnen gaan ontwikkelen. En ik zal je straks wat tips geven hoe je dit het beste kunt aanpakken en een aantal manieren geven hoe je daar doelen op kunt stellen, waardoor je er ook mee bezig blijft en je dus niet laat afleiden door allerlei andere dingen, maar ook echt tijd besteedt aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Het tweede wat ik met je wil delen is geld. Dit is de 2e G. Dus we hebben gezondheid gehad en nu gaan we naar geld toe. En geld is de plek waar we het geld verdienen. En dus enerzijds je financiële cijfers. Hoe staan die ervoor? Dus hoe staat het met je uitgaven, inkomsten? Welke doelen wil je op dit gebied stellen? Ook dit hoort natuurlijk bij je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zit daar ook natuurlijk je werk in. Vind je het nog leuk, het werk wat je op dit moment doet? Of zou je graag ander werk willen doen? Zou je promotie willen maken? Of naast werk kan dat ook zijn, en dit valt eigenlijk onder 1 categorie, en je eigen bedrijf. Het kan zijn dat je allebei misschien hebt, of dat je 1 van deze 2 hebt, of het 1 juist meer wilt gaan doen dan het ander. Ook dat kan in jouw persoonlijke ontwikkeling meegenomen worden. Als je meer je eigen bedrijf wilt oprichten en juist minder wilt gaan werken, dan is dat iets wat veel wordt genoemd, of veel wordt benoemd ook. En dat is gewoon interessant om daar dan ook de focus op te gaan leggen. Dus dat is 1, dus financiële cijfers. Het andere is dus je werk, je eigen bedrijf eventueel. Waar wil je daarin jouw groei doormaken? En ook nog niet onbelangrijk is je studie of je opleiding. De dingen die je erbij wilt doen. En dit valt allemaal onder de categorie geld. Het derde gebied waar je in je persoonlijke ontwikkeling een richting wilt geven, een balans in wilt geven, is je geluk. En met mijn geluk bedoel ik in dit geval de relaties die je hebt met andere mensen. En als je die ook weer in 3 categorieën wilt onderverdelen, dan zou je enerzijds kunnen zeggen je partner. Het tweede zou je kunnen zeggen je familie. Iedereen die daar onderdeel van uitmaakt. En ten derde je vrienden. En de mensen waarmee je soms dus gewoon leuke dingen doet, een drankje doet of leuke ervaringen mee opbouwt. En dit zijn de categorieën die daar weer heel belangrijk in zijn. En ook hier wil je jezelf in ontwikkelen. En dit is iets wat best wel lastig kan zijn. Hè? Maar je relatie is iets waar je ook consequent actie op wilt ondernemen. En dat is iets wat ik vooral in het begin toch heel erg onderschatte. Ik dacht vooral dat je jezelf kon ontwikkelen op werkgebied. En veel minder op relatiegebied. Maar ook in je relatie zul je elke dag moeten trainen, moeten werken aan je relatie. Om dat zo goed mogelijk te maken. Met je partner, maar ook met andere mensen. Om regelmatig te bellen, maar ook gewoon goed te luisteren naar die persoon. Goede afspraken met elkaar te maken. Te weten wat je van elkaar kunt verwachten. En het 4e gebied is groei. En dit is het gebied waar jij kunt bepalen hoe jij wilt groeien. En op welke methode je dat wilt doen. Dus hier staat je bucketlist bijvoorbeeld. Alle dingen die je heel graag nog eens wilt doen, die staan daarop. En daar kun je er eentje uit gaan pikken waar je alvast aan wilt gaan werken. Het 2e gebied zijn je gewoontes, je gedrag. Wat zou je willen aanpassen aan jezelf? Wat zou een enorme impact maken op jouw leven als je dat stukje zou verbeteren? Dus je vaardigheden
die daar ook heel goed bij passen. Hoe meer en hoe sterker jij je gewoontes weet te ontwikkelen, ja, hoe beter je daar ook mee kunt omgaan. En dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je dus ook veel makkelijker kunt leven, omdat je de positieve gewoontes hebt ontwikkeld zoals je die wilt hebben. Dus kijk daar goed naar, hoe kan ik positieve gewoontes voor mezelf ontwikkelen die juist helpen om mijn persoonlijke ontwikkeling een boost te geven, maar ook zeker mijn andere onderdelen waar ik graag op wil profiteren, waar ik profijt van wil maken. En dat kan dus op één van die 4G's zijn. Dus dat kan gezondheid zijn, dat kan geld zijn, dat kan op geluksgebied zijn, maar ook op je groei. Dus je bucketlist, je gewoontes zijn daar belangrijk in. En het derde, ook niet onbelangrijk, is je tijd, je time management. Hoe deel jij je tijd in? Hoe ga je daar goed mee om? En dit is een continu proces om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En ook hier kun je heel snel doorgaan groeien. Dus dit zijn eigenlijk de 4 G's, de 4 tips om je persoonlijke ontwikkeling een extra boost te kunnen geven. Dus let heel goed op je doelen die je stelt. Dat je dat doet op gezondheidsgebied, maar ook op je geldgebied, op geluksgebied en op groeigebied. Waardoor je heel veel balans houdt tussen verschillende vormen van doelen. Wat vervolgens belangrijk is, of wat je zou kunnen meenemen voor jezelf, is om op ieder van deze gebieden doelen te stellen voor jezelf en daar een keuze uit te gaan maken. Dus echt prioriteiten stellen, maar welk doel is op welk gebied het belangrijkste. En als je er 4 uit hebt gepikt, dus op elk gebied 1, dan heb je eigenlijk 4 ja-doelen voor jezelf opgesteld. Eentje op gezondheidsgebied dus, eentje op geldgebied, eentje op geluksgebied en eentje op groeigebied. En als je dat hebt gedaan, dan mogen best wel iets grotere doelen zijn. Dan heb je dat al concreet staan. En van daaruit kun je je persoonlijke ontwikkeling dus een boost gaan geven door elke week een beetje aandacht te besteden aan deze 4G's. En als je in staat bent om dat te doen, om echt structureel tijd in te plannen om een beetje te werken aan die 4G's, dan ga je dus stappen zetten. Misschien een leuk voorbeeld om alvast te noemen is bijvoorbeeld je gezondheid. Misschien wil je wel 3 keer in de week sporten en daar wil je een gewoonte van maken. Dus enerzijds past dat heel goed bij groei, maar in dit geval ook bij gezondheid en beweging. En de meeste van ons zullen hem ook onder gezondheid vatten. Maar bekijk dat vooral voor jezelf. Vind je het meer een groeidoel? Maak er dan gewoon een groeidoel van. Maak dat niet te serieus of maak dat niet te strikt. Of dat je gaat twijfelen, past het nou hieronder of daaronder. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je die 4 doelen voor jezelf opstelt. En dat je balans houdt op die verschillende gebieden. Dus dat het verschillende vormen van doelen zijn. En natuurlijk kun je dan het ene jaar iets meer de nadruk leggen op een bepaald doel dan een ander doel. Dat noem ik ook wel ja-thema's. Dus je bepaalt van die 4 doelen nog wel weer wat is mijn allerbelangrijkste gebied. Ga je nu starten met je eigen bedrijf, dan is dat ook je focus voor dit jaar. En dus dan betekent dat je geld, het gelddoel, en daaronder valt dus het eigen bedrijf, dat je dat meer aandacht gaat geven. Het kan ook zijn dat je zegt van ja, maar ik wil veel meer afvallen en dat is nu het allerbelangrijkste wat ik wil doen. Of ik wil veel meer aan mijn gezondheid werken. Dan wordt gezondheid jouw belangrijkste doel voor dat jaar. Maar maak daar wel een keuze in. Dat je eentje kiest waar je altijd je aandacht aan wil besteden en waar je ook elke dag stappen in wilt zetten, dus elke dag acties in wilt zetten. Ik noem dit ook wel de 1-minuut acties. Dus elke dag een klein stapje zet in de richting van dit belangrijkste doel. Dus dat is heel erg belangrijk om te doen. Daarnaast wil je dus elke week wat tijd inplannen om bezig te zijn met dat jaardoel. Dus als dat die 3 keer in de week sporten is, dan is dat die 3 keer in de week sporten. En dan ga je die dus inplannen in je agenda om daar dan op dat moment mee aan de slag te gaan. Hetzelfde geldt dus op bijvoorbeeld jouw geldgebied. Dus stel je voor je wilt je eigen bedrijf meer online zichtbaarheid daarin creëren. Dan wil je ook daar tijd voor inplannen om daarmee aan de slag te gaan. En als je dat op deze 4 gebieden kunt doen, en dat hoeft niet elke week op deze 4 gebieden, maar wel dat je wekelijks een moment neemt om te kijken op welke van deze 4 gebieden kan ik deze week tijd besteden, dan ben je alleen al bezig met je persoonlijke ontwikkeling. En dat kun je dan gaan boosten door dat ook structureel te gaan volhouden. Door wekelijks die momenten te pakken om misschien de ene week wat meer te werken aan je gezondheidsdoel en de andere week juist iets meer aan je gelddoel. Maar dan ben je in ieder geval onderweg en plan je tijd in om daarmee aan de slag te gaan. Doe je dat niet, dan ben je er helemaal niet mee bezig en kun je ook niet bewust gaan groeien in de richting waar jij graag naartoe wilt. Ik hoop dat jij iets had aan deze 4 tips. Wil je mij het laten weten? Of heb jij een tip? Heb jij een extra tip? Wat doe jij precies om jouw persoonlijke ontwikkeling te boosten? Laat het mij even weten in een reactie. Dan hoor ik dat heel graag van je. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Ik hoop dat je iets had aan deze tips. Neem de dingen mee voor jezelf waar je iets mee kunt. En stel jezelf natuurlijk die vraag. Wat zijn mijn 4 belangrijkste doelen? En wat is mijn allerbelangrijkste doel voor dit jaar? En toon dan commitment op dat doel. En ga daar elke dag mee aan de slag. Ik hoop je de volgende keer weer te zien en ik zeg, denk groot, start klein.